is de HBM BF25 met een grote tafel en digitale uitlezing. Toen hij binnenkwam stond hij op een pallet en het plaatsen van die machine, dat was nog een beste hijsa. Maar ook dat is gelukt en hij staat hier nu dus op mijn oude werkbank. Kleine disclaimer, ik heb deze machine gekregen van HBM om deze video over te maken. Ik ga een klein beetje ook vertellen wat ik ervan vind, maar ik ga vooral een objectief beeld geven van wat deze machine is, wat die kan, wat die niet kan misschien. En zodat jij gewoon je eigen mening kan vormen. Voordat we doorgaan over de freesmachine zelf, laten we beginnen met het allerbelangrijkste misschien wel. En dat is waarom ik voor deze machine heb gekozen. En ik heb namelijk bewust voor deze machine gekozen van HBM voor in deze werkplaats. En dat is omdat dit de machine is die in mijn werkplaats denk ik het beste past. Ik zou heel graag een enorme freesmachine willen hebben die 2000 kilo weegt. Met een 10 kilowatt motor erop die gewoon alles aan kan. Maar daar is simpelweg geen ruimte voor hier. En ik heb wel de draaibank en dan draai je iets, een as en er moet even een vlak kantje in of er moet een spiebaan in. En daarvoor had ik gewoon een freesmachine nodig. Dus ik heb gekeken naar wat is het grootste wat ik kwijt kan, die wel de functies heeft die ik wil hebben. Namelijk digitale uitlezing vond ik heel erg belangrijk. En gewoon, ja, ongeveer dit formaat. En toen ben ik bij deze uitgekomen. Deze machine heeft een 750 watt motor die door middel van een gearbox en ook een frequentieomvormer op eigenlijk elk toerental geregeld kan worden wat je maar wil hebben. Met de frequentieomvormer regel je eigenlijk het meeste van het toerenbereik, maar er zit ook hier een schakelknop op waarop je hem in hoog of in laag kan zetten. Dus met de lage ga je van 50 naar 1500 toeren en met de hoge kan je zelfs tot 3000 toeren komen. Dat is niet niks. En ik heb, voor het gevoel wat ik heb, is deze motor helemaal prima voor deze machine. Daar had niet per se een zwaardere motor op gehoeven. Want eigenlijk freesmachines in het algemeen, niet zozeer dit model, is gewicht is gewoon heel belangrijk. Want je bent aan het verspanen en daar komen een hoop krachten bij vrij en dat veroorzaakt trilling. En het beste om dat op te lossen is massa. Dus dat is ook waar ik met deze eigenlijk een beetje rekening mee heb gehouden. En wat, ja, eigenlijk een beetje mijn stelregel is, hoe zwaarder die is, hoe beter. Dus neem gewoon de grootste, zwaarste die je kwijt kan en kwijt wil kunnen. En voor mij was dat dus deze. Maar dat is ook de reden dat ik voor de extra grote tafel ben gegaan. Voornamelijk vanwege het gewicht. Ook wel de tafel, maar voornamelijk het gewicht. En voor wat deze motor kan qua krachten leveren eigenlijk, is dat, matcht dat wel met het gewicht, gewoon hoeveel trilling die kan opvangen. Als we dan naar beneden gaan, hier zo, dan zit hier een Morsekonus 3 in, waarin je dus verschillende tools kan doen. Nou ja, ik heb er nu een boorkop in, maar er kan ook een kop in voor spantangen of zelfs boren direct met een Morsekonus 3 in deze opname. En deze Morsekonus die trek je aan de bovenkant hier vast met een trekstang, waardoor je tools dus lekker goed vast blijven zitten. Ik ga straks laten zien hoe we deze kunnen verwisselen. Dan zit hier naast de boor het welbekende beschermkapje. Door veel mensen wordt hij eraf gehaald. Dat is je eigen keuze. Maar hij zit er in ieder geval op waarmee hij voldoet aan de belangrijke normen. En wat dus ook een stukje veiligheid toevoegt aan je machine. Wat niet alle freesmachines hebben, maar eigenlijk al dit soort boor-frees combinaties wel, is ook deze losse bediening voor de boorkop. Dus je kan de Z-as bedienen, dan gaat de hele kop in zijn geheel. Of als je gewoon een gat moet boren, kan je deze gebruiken om daarmee te boren. En het leuke is dat daar dus ook een diepteuitlezing voor is. Die zit hier. Die kan je aan of die kan je aanzetten. Die kan je op inches millimeter zetten. Nou, die moet natuurlijk gewoon altijd op millimeter staan. Zet je hem op 0 en dan ga je boren totdat je op de gewenste diepte bent. Of je zet eerst je boor op het werkstuk, zet hem daar op 0 en je boort vanaf daar. En wat er ook nog bij komt is dat je deze vast kan zetten. Zo, staat die vast. En dan kan je heel nauwkeurig met deze knop tot een bepaalde diepte. Dus daar kan je de Z-as voor gebruiken. Maar soms is dat niet handig en dan kan je deze gebruiken. Als je dan verder deze kant op bewegen, kom je hier bij de digitale uitlezing. En dit is best wel een leuk ding. Ik vind zelf eigenlijk überhaupt een digitale uitlezing. Hoeft helemaal geen fancy te zijn. Best wel een meerwaarde of een, ja, eigenlijk een must voor dit soort machines. Het kan allemaal zonder en eigenlijk zou je het moeten leren zonder.
Maar daarna zou je naar mijn idee heel snel moeten overstappen naar gewoon de digitale uitlezing. Want het werkt 10 keer sneller. Maar deze heeft een aantal leuke functies die ik wil laten zien aan je. Hier hebben we hem. Ik heb hem nu een beetje raar gekanteld, zodat hij op het beeld goed te zien is. Maar er zitten allemaal functies in. Ik ga ze niet allemaal laten zien. Maar een aantal leuke zijn het nullen van bepaalde waarden. Je kan hem hier wisselen tussen het coördinatiesysteem wat je gebruikt. Dus absoluut of incrementeel. En deze heb ik pas al gebruikt. Die vond ik heel erg handig. Is het invoegen van een gatenpatroon. Dus je vult hierin de radius die je wil hebben. Laten we zeggen 50 mm. 5 punten in totaal. De starthoek heeft hij nu op 0 graden. Dat ligt hij daar neer. Ik vind het logischer als dat bovenin ligt. Eindhoek, daar moet je even opletten dat hij ook dezelfde hoek is als dat. Tenminste, als je een heel rondje wil doen. Want nu verdeelt hij die 5 punten tussen daar en daar. Dus 90 ook. En zo zie je, heeft hij 5 punten mooi zo verdeeld. Als je dan hier naar coördinaten gaat, dan geeft hij precies aan, vanaf het punt waar we nu begonnen zijn, dat is het center, waar je dan heen moet bewegen om tot die goede punten te komen. Dat is dan gat 1 en dan kunnen we zo 2, 3, 4, 5 doen. En op deze manier kan je een heel gatenpatroon maken. Dan zitten er ook nog een hoop functies op die ik nog helemaal niet heb bekeken. Maar een andere die ik zelf heel handig vind en eigenlijk elke keer gebruik als ik iets moet uitklokken, dat is deze. Stel, we gaan i naar 0. Vervolgens draaien we hem deze kant op. Heb ik hier de andere kant van mijn onderdeel aangetikt. Dus ik heb eerst de eerste kant aangetikt, toen de andere kant. En je wilt het midden hebben, dan druk je nu op een half. Dan zeg je, het was de i-as. En dan zegt hij, het nulpunt, ofwel het midden, is 9 van hier. Dus als ik hem dan naar 0 draai, zit precies in het midden van mijn onderdeel. Super handig. Nou, er zit er nog een calculator op en nog veel meer andere handige functies die je allemaal in de handleiding kan gaan vinden. En dan gaan we ook natuurlijk nog even naar de assen zelf. De machine heeft 3 assen, zoals een 3 assen gefreesd dat heeft. Dus je hebt hier je i-as, je x-as en dat is het deel van de grote tafel wat hem groter maakt. De versie zonder grote tafel, daar is de x-as simpelweg wat korter van. De reden voor mij was, dat zei ik eerder al, was het gewicht. Maar ook met die grote tafel neemt zo niet heel veel meer ruimte in. Zo natuurlijk wel. Maar het maakt wel dat ik een flinke klem kan neerzetten en eventueel daarnaast nog iets anders op kan spannen. Dus als ik iets wil doen zonder dat ik wil die hele klem eraf wil halen, kan ik iets gewoon hier op het bed zetten. Dan weeg ik dat hele ding die kant op en dat scheelt me om die klem eraf te halen en weer helemaal opnieuw uit te klokken. En dan hebben we ook natuurlijk nog de Z-as. Dat wiel zit hier. Werkt prima, zit op al dit soort machines zit dat daar. Want je beweegt de kop op en neer en niet het bed omhoog of omlaag, wat je bij grotere machines vaak ziet. Maar omdat ik hem vrij hoog heb gezet, is dat wel een beetje, moet ik soms best wel daar naar achter leunen om daarbij te kunnen. Is voor mij niet zo'n probleem, want ik ben groot, maar hou daar wel rekening mee dat als je niet zo groot bent, dat je hem ook zeker niet te hoog neerzet, want dan kom je er niet bij. Dan kan je alle assen vastzetten. Dat kan ook op eigenlijk elke freesmachine kan dat wel. Maar op een wat lichtere machine zoals deze zou ik dat ook wel vaak doen. Want wat ik heb gemerkt is, de tafel mist gewoon wat massa. Die weegt geen 500 kilo, want de hele machine weegt ongeveer 170 kilo. Dus het kan zijn dat als je je tafel niet vastzet in de richting dat je hem niet aan bewegen bent, dat hij een klein beetje kan gaan bewegen tijdens het frezen. En dat wil je niet. Maar het is gelukkig heel simpel om hem vast te zetten. Dat kan namelijk gewoon met deze knoppen hier zo. Voor de x-as. Hieronder zit er nog een voor de y-as. En voor je z-as zit die daarachter. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die zelf nog nooit gebruikt heb. Kleine rectificatie. Want ik was pas aan het frezen en toen merkte ik toch dat de z-as wat verlopen was tijdens het frezen. Dus dat mijn onderdeel niet overal dezelfde hoogte had. Dat wil je natuurlijk niet. Dus zet ook die z-as vast tijdens het frezen. Ik ga nu de boorkop vervangen voor deze spantaanhouder. En om dat te kunnen doen, zullen we hem dus door middel van die trekstang los moeten maken. Normaal, een morse konus, die blijft zitten op zijn taper. Dus in die konus geef je hem gewoon een zet en blijft die zitten. Zo werkt dat op de draaibank, zo werkt dat op de kolomboor. En zo kan dat hier ook werken. Maar vaak zie je op een freesmachine dat je hem door middel van een trekstang
toch nog extra vastzet, omdat je ook dat ding wat anders belast vanaf de zijkant dan dat je normaal gewoon alleen tijdens het boren zou doen. Het losmaken hiervan kan aan het begin wat raar lijken, want ja, wat moet je er nou mee? Dus de twee dingen met schroefdraad, hoe werkt dat? Is niet zo moeilijk. Je hebt nodig de grote sleutel van je freesmachine. Daarmee kan je de onderkant vasthouden. En dan draai je eerst bovenin de grote bout, of ja, bout, moer. 1, 2, 3 slagen los. Niet te ver, zeker niet te ver. 2, nou, en nog een half slag, zo. Als je deze dan een paar slagen los hebt gedraaid, dan moet je ze eigenlijk tegen elkaar in losdraaien. Klinkt raar, maar wat je moet doen, je moet met deze, ja, eigenlijk is het een lange schroef. Met deze schroef moet je de morsekonus uit het ding gaan duwen. Dus je houdt deze vast en dan draai je deze los, met de andere kant, tegen het ding in. En zoals nu, even deze vasthouden onder. Dus wat er gebeurt, je draait deze los, dan komt hij natuurlijk omhoog. Maar deze moer zit daar om die tegen te houden. En omdat hij die tegenhoudt, zal je dus met deze die morsekonus uit zijn houder gaan duwen. Dus daar gaan we. Die kant op. Zo, als je dan niet je handen helemaal tegen elkaar aan wil hebben. Zo. Je ziet, nu zijn we er eigenlijk al. En dan zie je dat als je boven draait, dat hij dan onder meedraait in zijn huis. Zie je dat? De boorkop draait, maar dit hier draait niet. Terwijl normaal zou dit allemaal draaien. Dat betekent dat hij nu dus los zit. Dus je kan dan die boven vasthouden en dan deze gewoon. Zo losdraaien. Hop. Pakken we deze. Die draaien we daar weer op. Hou je hem hier vast. En dan draai je die schroef boven. Die draai je nog even aan. Als je dat dan gedaan hebt, dan moet je deze nog vastdraaien, zodat het allemaal goed op zijn plek gehouden blijft. Hop. 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 Wat je ook kan doen, wat ik ook mensen heb zien doen, is deze losdraaien, een beetje. Deze een klein beetje los. En dan hier een tik op geven. Dan tik je hem ook uit die morsekonus, werkt ook. Maar dan heb je wel, naar mijn idee, meer de kans dat je het van binnen beschadigt. Want het is uiteindelijk gewoon schroefdraad. En als je daarop gaat slaan, kan er nooit goed voor zijn. Dus als het niet nodig is, zou ik dat lekker niet doen. Nou, als je dat gedaan hebt, dopje erop en dan hebben we hier een spantanghouder. Mocht je nou boren hebben bijvoorbeeld, daar zit geen draad in, dan kan je die grote bus losdraaien, draai die kleine los, draai het er allemaal uit. En dan kan je hem gewoon als gewone morsekonus gebruiken. Want als je deze ook naar beneden doet, dan zie je dat hier ook ruimte zit voor een uitdrijfspie. Kijk, want je hebt ook morsekonussen zoals deze. Die kan je niet natuurlijk met dat draad aantrekken. Dus daar zal je dus met die uitdrijfspie moeten werken om hem eruit te krijgen. De klem die ik hier trouwens nu op heb staan, deze, is eigenlijk niet bedacht in deze configuratie. Maar hij werkt zo wel. Het is eigenlijk een klem die je ook in verschillende hoeken kan zetten. En dit deel zat er nog onder. Alleen, ja, ik wilde een grote klem, dus ik had deze gekozen. Ik wilde een hoeken kunnen verstellen, dus ik had deze gekozen. Maar meestal gebruik je dat helemaal niet. En is die extra hoogte voor het frezen veel fijner. Dus ik heb hem eraf gehaald. Deze ligt in de kast en als het nodig is, zet ik hem erop en zo niet, staat hij lekker zo. Ik ga het nu verder niet uitklokken, ik ga gewoon even laten zien wat er voor het frezen nodig is. Je ziet de spon wat ik aan het frezen ben en daarvoor gebruik ik een 10 mm grote viersnijder.
Nou is dit wat ik hier gedaan heb natuurlijk gewoon random. Ik ben er een paar keer doorheen gegaan. Ik heb niet met de uitlezing, ik heb niet geklokt. En ook het inspannen had wel wat beter gekund. Maar de resultaten zijn best wel gewoon goed. Dit is kunststof. Ik heb ook al wat aluminium gefreesd, zoals je hier kan zien. Dit is een bus die ik gemaakt heb voor de achteras voor mijn driftruik. Daar heb ik deze groef in gefreesd. Ook dit hier is aluminium en hier frees ik met een 8 mm tweesnijder. En zoals je ziet, gaat dat best wel lekker. Vooralsnog, alles wat ik erop gedaan heb, ben ik wel heel erg tevreden over. Tuurlijk, je moet er niet in één keer op de volle diepte van je frees doorheen jagen, alsof je een machine van 2000 kilo hebt staan. Want het blijft gewoon een werkbankmodel eigenlijk zo gezegd. Dus die heeft ook niet de massa van een zwaardere machine. Simpelweg een natuurkunde. Maar ik ben er best wel tevreden over. Voor de kleinere dingen, een spiebaantje ergens inmaken, kunststof frezen, aluminium dingen frezen die ik doe, is dit naar mijn idee een best wel hele goede machine. Dus gebruik alles wat je hier gezien hebt om een goede beslissing te maken of dit voor jou een goede machine is, ja of nee. Ondertussen kijk lekker deze video hier, die heb ik voor je klaargezet. Zie ik je daar.